allemaal, hier hebben we mijn cactuscollectie in de cactuskas in de januari maand. Het is een regenachtige dag zoals we zien. We zitten hier gescholen, lekker droog en wel, warmtes en wel, in een plantenkas in een regenachtige dag. We gaan vandaag de Lophophora williamsi bespreken. De Lophophora williamsi is een plantensoort die van nature voorkomt in Mexico. Hier groeit deze plant ook op bergen en kalkachtige rotsen die naar beneden hellende zijn, waardoor er weinig water in de grond blijft zitten. Als het regent wordt hoofdzakelijk het plantenlichaam nat en de wortel van deze plant heeft een dikke penwortel die diep de grond in reikt, ongeveer zo een 30 centimeter onder de plant. Groeit het wortelgestelsel, dat is het meest belangrijke van de plant. Die dikke pijnwortel die zorgt ervoor dat die in deze regenachtige periodes, ook van natuur in habitat, op een regenachtige dag, zorgt die pijnwortel ervoor dat die voldoende vocht op kan slaan om langere perioden van droogte door te maken. Zoals ik zei, is het nu in Nederland, is het nu op het moment, is het halverwege januari. Het is dus een koude, koele periode. De plant staat nu in rust, krijgt hier helemaal geen water meer. Als ik deze plant weer water zou geven, dan zou ik dat willen doen tussen maart en november. Daartussenin kun je water geven. En vanaf november tot en met maart geef je weer helemaal niks. Dus ook niet nevelen, ook niet sproeien, helemaal niks. Dus deze plant vindt dat ontzettend fijn. Deze plant groeit namelijk laag blijvend aan de grond, kleine clustervormen. Dat betekent dat hij hele kleine bolletjes krijgt aan de knobbels van de planten. Dat betekent dat deze plantensoort laag blijvend is en er 100 jaar over kan doen om een echt een mooie, gezonde, grote cluster te vormen. Van nature zijn deze planten moeilijk te vinden en zijn ze wat verwaarloosd, verweerd, maar hebben ze wel een natuurlijke uiterlijk. Hier staan ze in de plantenkas, krijgen ze een goede verzorging, dus zullen ze ook een optimale groei veroorzaken vergeleken de natuurlijke versie. Deze plant heeft namelijk weinig tot geen stekels. Zoals we zien heeft het hele kleine pluisjes aan de uiteinden van de knobbels. Daar ontstaan elke knobbel één zo'n pluisje. Deze pluisje heet ook wel areolen genoemd of wol. Dat houdt in dat deze plant dus niet echt zijn verdediging verleent door middels van dorens of stekels of door te prikken. Deze plant heeft zijn eigen verdedigingstechniek ondervonden. Deze plant, als je die zou eten, dus voorbijkomend wild, zoals hertjes, paardjes, zwijntjes, eekhoorntjes, weet ik veel wat voor dieren, die zouden willen knabbelen aan deze plant, omdat ze wel veel vocht bevatten. Dat is ook dan ook een voedingsbron voor die dieren in Mexico. Dus Mexicaanse dieren zullen graag van sappige planten eten. Nou, de Lophophora ziet er dus heel aantrekkelijk uit. Maar als je haar zou nuttigen, dan zou ze lijken alsof je het kan vergelijken met een paddeltrip. Nou, dat is eigenlijk een hallucinerend stofje waarvoor je dingen gaat zien. Een heel zware trip en heel ziek van kan worden als je te veel gebruikt. Dieren hierin tegen zullen bijvoorbeeld het niet kunnen halen. Die zouden de trip heel slecht kunnen ervaren, waardoor ze in één keer leren van hier moet je vanaf blijven. Mensen en zo die kunnen het wel nuttigen en in sommige landen zullen ze het ook wel eten, deze cactus. Puur vanwege de hallucinerende stoffen als spirituele doeleinden. In de vroegere tijden is dit ook echt wel een medicinale plant geweest. Stelt u voor dat u uw been eraf moet of uw arm doordat je gebeten bent bijvoorbeeld en er een gif in zit en hij moet geamputeerd worden. In arme landen en vroegere tijden gebruikten ze deze cactus op dat moment als pijnverdover. Dat betekent dat deze plant eigenlijk heel veel pijn weg kan halen en die je zwaar kan laten trippen. Aangezien het nu januari is, is de plant dus in een rustperiode en zullen de sappen nauwelijks op gang zijn. Deze plant kan dan ook het beste gegeten worden als het zomerperiode is, dat die ook in de groei zit. Dan zijn de sappen volop op gang, waardoor de hallucinerende stoffen in de plant veel sterker zijn. Dat is de verdediging van deze plant. Deze plant staat graag op een droge, zanderige, kiezelachtige, kalkachtige grondmix, waar bijna geen voedingsstoffen in zitten. Deze plant groeit zelfs zo traag
dat hij eigenlijk zo min mogelijk voedingsstoffen eigenlijk helemaal niet nodig zult hebben. Je zou deze plant ook op pure lava gesteente of pure BIMS. BIMS is ook een kalkachtige, lava-achtige gesteente. Daar zou je deze plant volop in kunnen planten. Deze planten geven namelijk kleine roosachtige bloemetjes. Of eigenlijk witte bloemen waar een roze streep in zit. Uiteindelijk, als de bloem bevrucht is, krijgt hij per bloemetje één besje. Dat betekent dat deze plant eigenlijk heel weinig bloemen zou geven. Maar wel dat het, als hij bloeit, dat het dan ook wel een must is om naar te kijken en foto's en video's van te maken. Dus als deze plant dit jaar weer in de bloei staat, het jaar 2023, dat is dit jaar op dit moment. Als het deze zomer gaat bloeien, dan gaan we zeker video's hiervan maken. Ja, ik zelf heb deze plant op een grondmengsel van universele potgrond, brekerzand, lavagruis en zwarte basaltzand. Daar heb ik deze plant als mix op staan. Dat is een zelfgemaakte mix die ik zelf op de hand aanmaak. Je zou kant-en-klare cactusaren kunnen kopen bij de tuincentra of bij een supermarkt. Maar die is vaak niet geschikt voor de Lophophora williamsi. De Lophophora williamsi, oftewel de ook wel genoemde peyote-cactus, haalt dan ook van een heel zanderig, goed waterdoorlatende grond. Cactusaarde, die kant-en-klaar gekocht kan worden bij de tuincentra of supermarkt, blijft te lang, te snel, te lang vochtig. Dat betekent dat je heel snel wortelrot kan krijgen. Deze plantenexemplaren zijn ook gevoelig voor natte voeten. Omdat ze eigenlijk van nature op kalkachtige bergen groeit, tussen rotspleten en zo. En waar het maar mogelijk is en de plant zal overleven, zal die zich voort kunnen planten. Dat is in Mexico een vrij ruim gebied. Dat betekent dat deze plant dus niet veel water nodig zult hebben, maar wel van een hele zonnige locatie houdt. Bovendien, qua tocht houdt ze ook niet echt van. Ze staat graag op een rustige, beschutte plek. Vandaar ook dat ze vaak ook laag aan de vloer blijft en dat ze niet op een hele luchtige en tochtige plek moet staan. Ja, wat valt er nog meer te vertellen van deze cactusoort? Moeilijk. Ik zit al te denken. We zijn nu op het moment van januari. Deze plantensoort staat al een paar jaar in mijn collectie. Die heb ik ooit eens uit Amsterdam gehaald. Dat is de hoofdstad van Nederland. Het land waar ik woon. Ben ik naar de hoofdstad geweest om te shoppen voor peyote cactussen. Daarvoor zijn wij terechtgekomen bij een smart shop. Daar kosten deze plantjes zo'n 29 tot 35 euro per plantje. Ik heb er meteen drie gehaald omdat ik een leuke kleine collectie wou hebben van de peyote cactussen. Nou, peyote cactussen doen het super in een plantenkuis op een hele zonnige locatie, zoals ze het hier ook prima naar haar zin hebben. In een plantenkuis heb je een beheersklimaat waar het vos vrij blijft en de minimumtemperatuur van een peyote is toch wel rond de 5 graden in de plus tot 8 graden in de plus graden Celsius. Nou, dit was mijn peyote en dit waren mijn cactussen.